hoog tijd om de Brusselse student wat wijzer te maken. In samenwerking met BRIC, de service desk voor de Brusselse student, lossen we studenticozen vragen op die het leven van alle studenten in Brussel hopelijk een pak gemakkelijker gaan maken. Ik heb op dit moment Sammy aan de telefoon. Sammy is 18, begint binnenkort aan zijn studies in Brussel. Sammy, een zeer goedemorgen. 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 Zeg, vertel eens Sammy, want jij zit met een specifiek probleem, hè? Ja, wel, ik heb mij dus ingeschreven aan de Odyssee Hogeschool voor mijn eerste jaar. En omdat ik uit Oostende kom, ga ik op kot. En dat zie ik allemaal wel zitten, maar in Brussel wordt toch vooral veel Frans gesproken. En het ding is, mijn Frans is niet zo goed. Maar echt niet zo goed. En ik vroeg mij af, is dat een probleem? Is dat een probleem? Ja, ik vind het een zeer relevante vraag. Een taalkwestie zelfs. Frans kunnen in Brussel als student. We gaan het voorleggen aan onze expert Maarten Matthijs van BRIC. Maarten, een zeer goedemorgen. Goedemorgen. En staat Sammy voor onvoldoende feiten als hij geen Frans kan hier in Brussel? Of gaat hij zich verstaanbaar kunnen maken? Is dat een probleem? Dat hoeft geen probleem te zijn. Dat is trouwens een vraag die wij vaker krijgen op infodagen en zo. Heel wat Vlaamse studenten komen naar Brussel, maar zijn niet zo vertrouwd met het Frans. Maar ik vermoed dat Sammy ook wel Franse lessen op school heeft gekregen. Daar staat een beetje naar op, zoals bij iedereen van ons. Hij moet gewoon durven. Veel kans dat de persoon met wie hij in gesprek gaat ook geen moedertaalspreker Frans is. Dus dan ben je al met twee eigenlijk. Het is gewoon de stap zetten en dan zien waar we uitkomen. Ja, gewoon de stap zetten. En aldoende leert men ook door gewoon rond te lopen in Brussel na een aantal jaren. Ik spreek ook uit ervaring. Ik kon ook helemaal niet zo goed Frans. Maar na een aantal jaren pik je woorden op. Je leest straatnamen in twee talen en zo. Want ik dacht misschien een mogelijk antwoord van jou zou kunnen zijn. Ja, je kan naar daar en naar daar om je inkopen te doen. En dan kan je het ook gewoon vermijden. Maar dat zeg je dus bewust niet. Nee, ook wel. In Brussel wordt ook wel Nederlands gesproken. Bijvoorbeeld in het centrum van Brussel, in de Vlaamse Steenweg, de Dansaarstraat, de Dansaar Vlaming, zegt men. Daar kan je perfect het Nederlands ronddwalen zonder een woord Frans te moeten spreken. Dat is inderdaad wel waar. Jij hebt zelf gestudeerd in Brussel? Ja. Op kot gezeten ook in Brussel? Ja. Frans leren spreken in Brussel? Ja. Dus. Ja. En misschien een kleine anekdote. Ik woon ook in Brussel. Ik bestel al 2 jaar mijn brood in het Frans. Maar dan blijkt plots dat bij de volgende klant mijn bakkersvrouw Nederlands spreekt. Dus dat zijn zo van die kleine dingen. Probeer het gewoon in het Nederlands en het lukt misschien ook misschien, wel. Misschien kom je dan toch uiteindelijk nog goed terecht. Dus eigenlijk een klein beetje koudwatervrees is perfect begrijpelijk. Ja. Maar hoeft absoluut geen probleem te zijn. En ook sowieso op de school, op de campussen, daar waar dat de Nederlandstalige hogescholen en universiteiten zijn, daar hoor je ook wel wat meer Nederlands. En misschien ook nog Engels, meer en meer in Brussel. Als je in de Europese wijk rondloopt, dan kan het zijn dat je al veel meer Engels hoort dan Frans of Nederlands. Dus dat kan ook wel. Ja. Zeg Sammy, was dit een beetje een voldoende antwoord, dat van Maarten? Ja. Bedankt. Ik hoop dat je een beetje Engels kan. Dan komt het allemaal heel erg goed. Maarten van BRIC, dankjewel voor de komst en voor de wijze raad. You are the city. You are the city.